Goedemorgen allemaal. Dag 4. Nou, wat gaan we vandaag doen? Ik zat te denken om vandaag een kantentechniek te gaan doen. Een simpele kantentechniek. Dat is een oefening dat je eerst iemand om kan draaien voordat je een houtgreep maakt. Nou, welke mensen gaan vandaag weer meedoen? Dat is altijd de vraag natuurlijk. Als eerste. Dan Lilo. Jij mag vandaag ook meedoen. En Stitch. Juist, jij mag vandaag ook meedoen. Dus dat betekent goed nieuws, ze mogen allemaal vandaag meedoen. Nou, de kanteltechniek vandaag, in dit geval zit Oeke, die zit als een bokje, een klein beetje elleboog en knieën en ik zit een beetje schuin ervoor. Ik breng mijn buitenste arm breng aan de voorkant eronder door. Die komt aan de zijkant omhoog en die breng ik op het schouderblad. Mijn andere hand erbij. Hier ben ik sterk, ga ik een beetje wrikken. Dan laat ik die ene hand weer los, die pakt er onderdoor, onder zijn neus door de andere arm. Ik trek hem weg en ik ga duwen. Nu laat ik dezelfde techniekje zien van de andere kant af. Kun je de andere arm goed zien? Nogmaals, mijn buitenste arm gaat eerst hier aan de voorkant onderdoor. En die breng ik op het schouderblad. Ik zet mijn andere hand erbij. Hier kan ik een beetje wrikken. Dan laat ik deze hand weer los. Die gaat er onderdoor. En ik pak bij zijn elleboog. Ik trek de arm in. En ik duw door. En ik heb de houtgreep. Nou, lukt het niet om op de grond te doen, omdat de grond een beetje hard is. Dan zou je dezelfde techniek ook kunnen maken op de bank. Dan komt hij. Schouderblad. Hand wegtrekken. En vast. Aan de andere kant. Adem onderzoor. Oh. Hey. Weet je, ik kan met jou ook de oefening doen. Ja, gaan we doen. Ga ik jou kantelen. Wat doe je nou? Ik kan het er niet maken. Nou, je kan het ook als testje doen. Dan moet je op een gegeven moment steeds inkomen rennen. En dan ga je hem omdraaien. 3, 2, 1, go! Succes ermee allemaal weer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg blij ben met alle reacties die er steeds komen. Ik wil eigenlijk ook zeggen, deze is speciaal voor Leon en Stan. Hannes, knop man. Ik ook even vanaf voorlopig. Zie je dat het mensen te lang thuis zitten. Op een gegeven moment wordt het een beetje vervelend. Ik wil bij deze toch op een gegeven moment ook alle leuke filmpjes laten zien. Even kort. Van de mensen die al thuis aan het trainen zijn bij ons. Ik hoop natuurlijk dat nog veel meer mensen op een gegeven moment dat gaan doen. En ik zeg tot morgen. Oh, wow. Wel een beetje warm hier. Mag ik een doekje?